Je bent kapper, je bent chirurg, je bent schilder, beeldhouwer. Ja, je moet heel veel geduld hebben. Het is echt monnikenwerk. Je ziet er wel weer aardig vol zit. Of we zijn heel slecht in stapelen, dat kan ook. Oneindige lijst gerechtsgevallen gebruiken, maar de belangrijkste zijn wel een mes en een pincet. Ja, en chemicaliën. Dat is niet vers, dus dan doen we het weg. Dus er zit eigenlijk nooit luchtje aan. Ik heb wel een keer gehad dat het met het schillen van een mandril, dat het op de een of andere manier persoonlijker wordt. Als je dan zo'n apenhandje in je hand hebt, dat voelt anders. Dit is een oude paardenslagerij, dit pand. Dus hier werden vroeger de paarden gedaan en nu de dieren opgezet. Ontdooi je eerst, dan ga je hem snijden hem open en dan haal je de huid eraf. En vervolgens documenteer je eigenlijk de hele binnenkant. Je meet de botlengtes, je meet de spieromvang, de lengte van de ruggenwervel, nou ja, alles wat er te meten valt. En dan met die gegevens ga je zeg maar een nieuw lijf namaken. Dus je maakt eigenlijk een sculptuur van het dier in de pose waarin je hem wil hebben. En die sculptuur, daar gaat uiteindelijk die huid weer omheen. Dan moet die drogen, dan moet je hem fixeren, dan alles bijwerken. Het is eigenlijk pas als de ogen er weer in gaan, weer een beetje leven krijgt en mooi wordt. Hier hebben we al verschillende soorten ogen. Maar wat we eigenlijk het meest gebruiken zijn ogen die transparant zijn en dan schilderen we zelf de achterkant erin. Wij komen uit de reclame en daar heb ik 25 jaar gedaan of zo, een reclamebureau verkocht. Ik wilde eigenlijk helemaal niks gaan doen, want ik was best wel zat. En op een gegeven moment was ik ineens nieuwsgierig naar hoe ze dat doen, een dier opzetten. Het is een beetje zoals je nieuwsgierig bent naar hoe ze zo'n boot in een fles krijgen. Dat had ik ineens met Tasje er niet. We hebben een voorliefde voor 17e-eeuwse Hollandse meesters. En in die dierenschilderijen zie je vaak dat ze de poses van die dieren vanuit de kunst benaderen. Dus het zijn hele mooie contrapposte poses of hele dramatische poses of heel extravagant. En dat zijn we gaan onderzoeken of we dat zeg maar in taxidermie konden neerzetten. Nou, de meeste komen uit dierentuinen, zeker de bijzondere, zeldzamere dieren. Er zit overal papieren bij. We karren heel Europa door om overal dode dieren op te halen. Nee, dat gebruiken we niet. Nee, maar ga ik niks zeggen. Daar zijn we nooit aan begonnen, in ieder geval. Maar die mensen bellen wel heel vaak. Ik heb een ijsvogel in de tuin, wil je daar wat mee? Dat kunnen we niet aannemen. Ja, we vonden het mooi om een keer een skelet te doen, maar hem dan niet traditioneel wit, maar we hebben een soort procedé gevonden waarop je ze een hele mooie brons-zwarte kleur kan geven. We proberen zeg maar, alle vormen te vinden die met dat dierlijke materiaal mooie resultaten opleveren. Nou, ik zou wel een zwarte panter willen. Die zijn er niet zoveel. Nee. Tijdens de eerste expositie die we hadden was er iemand die wilde een werk kopen en die stelde een ruil voor. Het was zo'n Engelse heer die een landhuis had en zo, maar die had op zolder een opgezette mens staan. En die favoriete butler van zijn overgrootmoeder. Zijn overgrootmoeder had die man op laten zitten. We hebben gelijk nee gezegd, maar achteraf heb ik zo'n spijt dat ik niet meer ging kijken. Nou, hij heeft mij een foto laten zien van dat hij op zolder lag met zo'n dienblad en dan op zijn rug. Ik zeg bij deze dat het niet mag.